Hoi allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over light burn in depth. Dit keer tips en tricks 3. Eigenlijk een relatief korte video. Desalniettemin toch een belangrijke video. Om te beginnen vooraf even de melding dat er natuurlijk verschillende soorten lasers zijn. En ook mensen naar mijn video's kijken met verschillende soorten lasers. Hè. Ik heb al mensen gesproken met Two Trees, Sculpfun en andere merken bijvoorbeeld. Wat dus heel belangrijk is in het verhaal wat ik ga vertellen, is namelijk onder andere de power van jouw laser. En met name hoe jij focust op jouw laser. Tot nu toe, als ik deze snijde, deed ik dat eigenlijk alleen met 3 mm timmerhout van de Gamma. Dat is een relatief zacht hout, waar je als je je nagel erin drukt, ook werkelijk een afdruk van die nagel te zien gaat krijgen. Tot ik dus deze week een opdracht kreeg, of althans een verzoek kreeg van iemand, om die verfpotjes, bakjes te maken, waar ik gisteren een video over gepost heb. En deze meneer die had in zijn onwetendheid, maar ook vanwege de prijs, simpelweg een goedkope houtsoort gehaald, wat op zich niks mis mee is, want ik vind je moet dit soort hobby's zo goedkoop mogelijk houden. En dit was niet een 3 mm hout, maar een 3,6 mm hout. Dus om te beginnen dus al dikker dan wat ik normaal gebruikte. Hè. Ik gebruik de 3 mm van de Gamma timmerhout. Daarnaast is dit een multiplex en een multiplex voor buiten. En een multiplex voor buiten wil zeggen dat het harder is. Het is iets hardere houtsoort en iets harder verlijmd. Ik heb hier zo'n plaat in mijn hand. Als je hier je nagel in zet, krijg je niet zo gemakkelijk een afdruk in dat hout. Dat betekent dat dat hout een stuk harder is en dat zal dus ook een heel stuk lastiger zijn om dat te gaan snijden. En daar ben ik dan dus ook achter gekomen. Want toen ik daarmee aan de gang ging, toen merkte ik dat mijn standaard settings, maar dat is natuurlijk logisch, mijn standaard settings, en die waren op dat timmerhout 4 passes bij 300 mm per minuut. En 75% power. En dat is dus op mijn 15 watt machine. 15 watt input, 4,5 watt output. Ja, allemaal leuk en aardig. Dat werkte dus niet. Dus ik ben gaan testen hoe ik tot een resultaat kon komen. En op een gegeven moment was ik zelfs al met 15 passes bezig. Op 100 mm per minuut. En 90% power. Je wil niet weten wat dat inhield, want je moet even door dat oké wat je ziet heen prikken. Maar die vormen die eromheen zijn hier, dat zijn die vormen van dat kistje gisteren. Eén zo'n plaat zou bij die settings 8 uur ruim gekost hebben. En ik heb mijn laser redelijk snel ingesteld staan. Dus dat is, want ook daar heb ik recent een video over gedaan. Na al dat testen daarop, besloten om dus over te stappen naar mijn eigen timmerhout, want ik wist dat dat zou werken. En dat is ook gebeurd. Die meneer die heeft inmiddels zijn bakjes, laat ik zo zeggen, die krijgt hij vanavond. Prima gelukt. Maar we hadden afgesproken, ik heb dus dat timmerhout gehaald, dat ik dit hout wat ik van hem gekregen heb mocht houden om dan voor mijn spullen te gebruiken. Ja, dat is leuk, maar als het niet snijdt, dan weet je, dat is toch lastig. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben vanmiddag aan het testen gegaan. En dat heb ik met name gedaan naar aanleiding van een paar dingen die ik op het internet las. En dat wil ik met je delen. Het eerste is dit. Je kan je snelheid omlaag schroeven, maar er zit ergens een omslagpunt. Op enig moment wordt die zo langzaam dat eigenlijk de power ook niet meer werkt. Die power werkt wel, maar je bent te langzaam om daar profijt van te hebben. Dat was één ding. Dus wat ik gedaan heb, ik ben gewoon weer teruggegaan naar mijn 300 mm per minuut. En dat is maar goed ook, want daarmee zou die 3 keer sneller zijn geweest. Zou die zeg maar die 8 uur in 3 gedeeld hebben. Ja. Nou, dat scheelt al een heleboel. Nog te veel af, maar het scheelt al een heleboel. 15 passes, wel erg veel, niet? En dus mijn volgende doelstelling was van hoe kom ik nou dieper? Dus het eerste was mijn power omhoog. Weer naar 300 mm per minuut. Hoe kom ik dan dieper? Ik kan hem op 100% gaan zetten. Maar ja, dat wil ik niet. Want laser is een consumable. En 100% is gewoon niet goed voor je laser. Dat geeft een enorme slijtageslag. Dus ik wil niet hoger eigenlijk dan 85%. Maar ik heb
Toch een aanpassing daarvan gedaan. Ik gebruik nu 90%. Maar nou komt de truc en dat is een hele belangrijke. En ik heb dit al vaker gelezen en dit geldt niet alleen voor snijden, dit geldt ook voor andere dingen. Soms kun je hele goede resultaten gebruiken wanneer je eens een keer afstapt van dat focusverhaal wat jouw laserfabrikant jou vertelt. In mijn geval wordt mijn laser gefocust met zo'n metalen cilinder die je onder de lens plaatst. Je laat dus de onderkant van dat metaal op je object wat je wil laseren. Je laat de lens daar precies op zakken. Je zet hem vast en trekt de cilinder eruit en je hebt een gefocuste laser. Bij anderen moet je er dan een acrylplaatje onder leggen of er zit een hefboompje aan waardoor je kunt zien dat die focus geplaatst is. Er zijn er natuurlijk ook, die moet je handmatig focussen. Nou, de truc bij dit hout is dat je niet lasert met de focus aan de bovenzijde van het hout, maar 1,5 mm lager. Dus met andere woorden, je legt dat hout op je werkbed, pakt die cilinder, zet die cilinder eronder, haalt dan die cilinder eruit. Pas op, ik heb hem dus nog niet vastgezet. Ik haal die cilinder eruit en ik laat hem dan 1,5, misschien zelfs wel 2 mm zakken. En dan zet ik hem vast. Dus ik zit eigenlijk, mijn focus ligt 2 mm dieper. Waarom doen we dat nu? Kijk, die eerste 2 mm van dat hout, daar komt hij relatief makkelijk doorheen. Ja? Je kunt best wel out of focus laseren, dat is niet zo'n probleem. Maar dus als die focus er zeg maar op 1,5, 2 mm diep ligt, dan gaat de echte kracht van die laser gaat pas spelen op het moment dat hij al 2 mm diep is. En we hebben dan nog maar 1,6, want hij is 3,6 mm dik, dit hout. Ja, natuurlijk, hoe dikker het hout, hoe moeilijker het wordt. Hoe zachter het hout, op zich weer makkelijker natuurlijk. Maar de bedoeling is dus dat we die kracht van die laser gaan gebruiken. En dat kunnen we bereiken door dus simpelweg out of focus te laseren. En dus, dat is eigenlijk hetzelfde ook een beetje als je nou bijvoorbeeld er vliegt van alles anders te boven hier. Ik ben een beetje fanatiek aan het worden. Stel, je hebt iets wat rond is, wat een heel klein beetje rond is. We gaan we straks binnenkort een keer zien. Nou, niet straks, maar binnenkort. Ik heb namelijk heupflesjes besteld en die heupflesjes gaan we laseren. Nou, heupflesjes hebben altijd een bepaalde kromming erin zitten. Wat je op dat moment doet, is niet op de hoogste punt van die kromming focussen. Nee, je doet halverwege die heuvel naar beneden. Daar focus je. Ja? Zo heb je speelruimte aan allebei de kanten om out of focus te laseren. En op die manier krijg je een leuk resultaat. En eigenlijk is dat met dat hout hier hetzelfde. Dus door die focus wat dieper te zetten dan de top van dat hout, vindt de ware kracht van die laser, die vindt pas plaats op het moment dat we 2 mm dieper zitten. En daar maken we gebruik van en daar profiteren we van. Ik hoop dat je begrepen hebt wat ik hier kwijt wilde en wat ik wilde vertellen. Inmiddels ben ik erin geslaagd. Voor mensen die ook een 15 watt laser hebben, 4,5 watt output, 3,6 mm hout, multiplex hard voor buiten. 10 passes, 300 mm per minuut en 90% power. And it's gonna work. Je ziet het aan die letters OK. Ja? Hij heeft ze niet allemaal te pakken gehad, want ik was aan het experimenteren met 10 en met 8 en met. Nee. Maar dat is de settings waarmee ik het voor elkaar heb gekregen. Zo zie je dat experimenteren altijd werkt. Tot de volgende keer. Daag.